En ook deze maand hebben we weer even binnenkijken bij met Anton. Deze maand gaat Anton binnenkijken bij voor ons hele belangrijke mensen. Welkom bij deze nieuwe editie van Mag ik even binnenkijken bij. En het unieke van deze editie is dat we de enige echte RTV Blauwe Stad tompoes weg gaan geven. Ja, dat is een hele lekkere tompoes. Ik kan het weten, want ik heb er al 5 op. Anders had ik ze nu ook wel aan je kunnen laten zien. Ze zijn er niet meer. Je moet binnen 1 minuut de tv op RTV Blauwe Stad krijgen. En dat kan natuurlijk heel makkelijk als je hem voorgeprogrammeerd hebt. Maar heb je hem niet voorgeprogrammeerd, dan wordt het een heel ander verhaal. Ik ben benieuwd wie het gaat lukken. Ik ben hier in de Abel Tasmanstraat in Winschoten en ik ga even aanbellen. Zo. Hopen dat de bellen doet. Ja, hij doet het. Goedendag. Goeiedag. Hallo, Anton van RTV Blauwe Stad. Ja. Mogen we even bij u binnenkijken? Altijd. Ik sta hier bij meneer Benjamins, die heeft net de kachel opgestookt. Hey, ja. Ik heb een opdracht voor je. Mag ik je, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja? Nou, als het lukt om binnen 1 minuut... RTV Blauwe Stad op je tv te hebben, dan heb ik deze geweldige. Ik heb zo'n gevoel dat dit ding nog uit mijn handen gaat pleuren. Ja, ja. Hier. Oh, dat is wel mooi. Deze geweldige RTV Blauwe Stad tompoes. Niet allemaal, maar gewoon een stuk of. Jullie zijn met z'n drie hier, hè, begreep ik. Ja. Gewoon 3. 3 voor jullie. Maar dan moet je dus binnen een minuut RTV Blauwe Stad op de tv hebben. Dus ik wens je heel veel succes. Ik heb een stopwatch, ja, kijk. De enige echte stopwatch, hij loopt nu. Ja, maar dat lukt toch niet. Dat lukt toch niet? Nee. Heb je geen andere televisie hier dan? Ja, eentje in de slaapkamer. Nou, kom op, volg hem, man. 21 seconden. Ja, serieus. Ta-da-da-da-da. Nou, ik heb hem nou niet op tijd op stop gezet. Ik heb hem op 36,2 seconden gezet. Dus ja. Dat vind ik op zich netjes, maar dat maakt verder niet uit. Het is binnen een minuut. Ja, 3 tompoesen voor de familie Benjamins, het is fantastisch. Ik zeg, u mag zelf doen hoor, anders krijg ik zoveel verzaam. Ja, dat doe ik er even zo mee naam, hoor. Dat is ja, natuurlijk. Dat is 1 mensen. 1. Dat is 2. 2. Dat is 3. En je beleeft altijd wel wat bij de Blauwe Stad. RTV, bijna goed. RTV Blauwe Stad. Applaus, leuk. Geweldig. Kijk hè. En bedankt. Hey, we zijn bij ons tweede adres in Bovenburen en ik moet zeggen, hij ziet er lekker uit. We gaan hem proberen kwijt te raken. De tweede RTV Blauwe Stad tompoes. Staat de tv op RTV Blauwe Stad of niet? Dat is de vraag. Ik ga even aanbellen. Om een slagroom aan die bel ook. Hallo. Dag, heren. Anton van RTV Blauwe Stad. Mogen we even binnenkomen kijken? Bonne. Lukt het u nou om binnen 1 minuut de tv op RTV Blauwe Stad te hebben? Dus kanaal 7 of 185,25 megahertz. He, om dat binnen 1 minuut af te stemmen, dan krijgt u deze geweldige RTV Blauwe Stad tompoes. Dus ik zeg, de tijd gaat nu in. Daar gaat hij jongens. 185,25 megahertz of kanaal 7. We zitten op 10 seconden. 10 seconden. Ho. Ho. Waar zitten we op? 23 seconden. Ja, ja, ja. Stop de tijd. Stop de tijd! Stop de tijd! 29,1 seconden, mensen. Nou, u krijgt een RTV Blauwe Stad tompoes. Ja! Het officiële moment. 2 tompoesen voor de familie Pronk. Zo, nou, welke vindt u het lekkerst? Ja, zeg maar, nou, geluk wel. En nou is het helemaal leuk als ik nog even op beeld wil zeggen, want je bleef altijd wel wat bij RTV Blauwe Stad met de tompoes gedaan. Dat is een mooi tip. Je bleef altijd wel wat. Met de Blauwe Stad. Bijna goed. We zijn inmiddels in Beerta, het volgende adres. En ja, de tompoes die gaat er steeds slechter uitzien. We gaan even aanbellen, even kijken hoe het... Oh, er zit gewoon helemaal geen raam in. Oké, gewoon zo doen. Hallo? Hallo? Even kijken of er iemand is. Tompoes? Ja. Oh, ja. Hi. Nou, is dit Anton, RTW Blauwe Stad. Emo Wietsma. Nou, ik ben ook al bijna binnen. Dat is helemaal... ik heb een vraag. Wij zijn aan tompoes uitdelen. Als je dus de tv op RTV Blauwe Stad hebt voorgeprogrammeerd. Heeft u dat? Nou, dan begin ik te twijfelen. Want volgens mij heb ik 0 erop staan.
Dat is verkeerd. Misschien als we u nou 1 minuut de tijd geven, hè? Lukt het u dan om RTV Blauwe Stad op kanaal 7 of 189.25 MHz voor te programmeren? Ik ga het proberen, maar ik beloof het niet. Want nou, ik zeg neus. Mag ik binnenkomen? Je mag binnenkomen. Nou, ik zeg Emo, we starten de tijd. Ik weet waar Noord zit. Okay. Die zit volgens mij op 22. Ja. En als ik dan volgens mij... Ja, 20! Ja. Nou, dit is wel de snelste tijd tot nu toe volgens mij. We zitten op 12 seconden zo'n beetje. Ja, 12 seconden Emo voor deze RTV Blauwe Stad, Tom Poes. Stel van mezelf. Applaus voor Emo. Je beleeft altijd wel wat in RTV... Nee, wat zei ik? Bij RTV Blauwe Stad. Ja, we zijn nog steeds in Beerta en hier is een meneer bezig, druk in de tuin. Dus ach, het is misschien wel een goed moment om deze meneer en mevrouw even iets te vragen. Hallo, goedenavond. Hallo. Hallo, Anton, RTV Blauwe Stad. Hoi, Fijko Huivinga. Hallo. Rina. Anton, hallo. Zeg, mogen we even bij u binnenkijken? Zeker. Ja? Mag dat? Geen probleem. Nou, bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Start de tijd. Daar gaat hij. Oh. Nummer 30. Terug. U geeft aanwijzingen? Ja. U heeft de bril erbij opgezet met RTV Blauwe Stad. Waar is hij? Dit is Suus. Nee, dit is als de andere kamer, denk ik. Oh jee. 40 seconden. Oh, MTV. Nee, dat is hem ook niet. Oh, misschien moet u uw bril afzetten. Helpt, hè? 51 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Nee! Ah, wat jammer. Nou, dat was volgens mij een zeer geslaagde editie van Mag ik even binnenkijken bij. Wilt u nou ook dat we een keer bij u komen binnenkijken? Of heeft u uw televisie al voorgeprogrammeerd op RTV Blauwe Stad? En wilt u ook wel zo'n lekkere RTV Blauwe Stad tompoes? Laat het dan even weten door een e-mailtje te sturen naar info@rtvblauwestad.nl. Tot de volgende keer.